ervan overtuigd dat je moet niet omwegen inslaan. Je moet de kortste weg inslaan. En dat is de weg van eenvoud. Dus als iemand naar mij toe komt met de vraag, dat lijkt me wat, kan ik alleen maar heel erg enthousiast zeggen, probeer het. Ga kijken. Neem er de tijd voor, maar durf ja te zeggen. Ik denk dat onze taak als priester begint niet bij het priester zijn, maar juist bij Mauricio. Wie is Mauricio? Een cruciaal moment is al geweest dat mijn moeder mij vroeg, goh Jurgen, is het priesterschap niet iets voor jou? Dat heeft denk ik al iets losgemaakt. Toen ben ik er vanaf dat moment ook over na gaan denken. En vanaf mijn 12e tot en met 18, 19 jaar heeft het mij nooit losgelaten. Ik denk dat mijn priesterroeping begonnen is toen ik 13 was. Ik stond in mijn slaapkamer te kijken naar mijn opklapbed. En daar realiseerde ik me bij het overdenken van mijn leven over dat ik niet zou bestaan zonder het geloof van mijn ouders. Die hebben elkaar ontmoet in Lourdes. En als zij niet op bedevaart waren gegaan voor hun geloof op reis te gaan, dan had ik niet bestaan. Dat gegeven vervulde mij met dankbaarheid. En toen dacht ik, ach, als het bij gratie van hun geloof is dat ik besta, dan is er niks verloren als ik mijn leven teruggeef aan het geloof. Die gedachte vervulde mij met een enorm gevoel van geluk. Ik ben geboren en opgegroeid binnen een gezin die katholiek is, in het noorden van Colombia. Dus voor mij was het geloof en religie en de kerk gewoon vanzelfsprekend in mijn leven. Een deel eigenlijk van mijn leven. Maar ik was een gewone jongen van het dorp. Ik hield van theater, van sport, van dansen. En een grote groep vrienden had ik ook. En ik droomde eigenlijk ook om getrouwd te zijn. Om een gezin te stichten, 4 kinderen. Maar op het laatste jaar van mijn middelbare school, toen ik eigenlijk een beslissing moest nemen voor mijn leven, dacht ik, hé, wat wil ik doen? Vanwege mijn cijfers mocht ik naar Bogota toe om daar te studeren. Maar stap voor stap kwam diep in mijn hart het verlangen om priester te worden. Mijn vader had wel ooit zoiets gezegd van, nou, jij wordt wel priester. En ik heb gezegd, nee, ik wil graag gewoon een gezin hebben, weet je. 4 kinderen en nee, pa, dat gaat echt niet gebeuren. Totdat ik op mijn 19e dag, ik moet er toch wat mee doen. Ik moet er wat mee doen. Toen heb ik dat ook wel bekendgemaakt. Ik wil denk ik toch priester worden. En nou komen er reacties. Oh, dat hadden we al wel gedacht, zeiden mijn ouders. Mijn broer had ook zoiets van, och ja, 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 waarom ook niet? mijn omgeving ook niet verbaasd. En zoals mijn ouders waren, ja, waar moeten we dan eigenlijk terecht? Kun je dan wel met je vooropleiding naartoe? Ja, laat dat maar aan de pastoor vragen. En zo kwam ik toen de tijd in contact met het Ariënsconflict. Ik heb er denk ik niet enorm mee te koop gelopen dat ik priester wilde worden op dat moment. Ik heb het wel met mijn ouders gedeeld. Het heeft even geduurd voordat ik concreet met andere mensen ging delen dat ik priester wilde worden. En dat ik dat niet deelde, dat heeft ermee te maken dat ik op dat moment op het VMBO-kader zat. En daarna op het MBO. En dan is het nog een lange weg en ik wist ook niet of dat ik het zou kunnen. Of dat ik de studie aan zou kunnen. En het was nog wel een weg en daar heb ik ook wat mensen in gezocht om me daarin te begeleiden. Maar het gevoel is er zeker altijd gebleven. En ik ben heel actief op mijn 14e en 15e gaan zoeken naar plaatsen waar ook andere jongeren samenkwamen voor geloof. Dus ik ben naar Ter Zee geweest en naar Lourdes geweest, als vrijwilliger ook, om mijn geloof te voeden. En ook in contact te komen met andere jongeren die geloven. Om ook te herkennen dat je daar niet een eenling in bent. Dat is heel belangrijk, hè? Alles helder te maken. Ik ging naar een oriëntatieweekend en daar was wel een helder moment. Daar dacht ik, hier wil ik zijn. Toen ik kan me nog herinneren, ik ging naar Bogota toe, naar een klooster van Dominicanen. Er kwamen meer dan 120 jongeren, die ook geïnteresseerd waren in het priesterschap, zeg maar. En ik kwam binnen en toen ik binnenkwam, ik ging naar de kapel, naar de bibliotheek, midden in het klooster, naar de tuin. Het gevoel was direct.
Ik vergelijk het met verliefd op iemand worden. Want het was direct. Ik dacht, hey, hier wil ik zijn. Hier voel ik thuis. Hier wil ik graag gewoon mijn leven aan mijn leven vormgeven. Wat is het nou dat God mij heeft geroepen? Kan ik dit wel aan? Het is zo groot en zo mooi. Dus aan de ene kant merkte ik wel in de relatie tot Christus en zijn kerk dat ik dacht van, dit is echt ook een fundamentele keuze. Aan de ene kant wat groot en mooi en interessant. En tegelijkertijd dook ik er ook weer in. Dus die twee bewegingen, die heb ik wel in de relatie tot Christus en mijn geloof steeds weer ontdekt en kunnen verdiepen. Beginnen met de opleiding betekent niet dat jij priester wordt. Dat is juist een weg. En stap voor stap komen er nog soort bevestigingen van dat is juist mijn weg of juist niet. Zou ik het wel kunnen? Ben ik wel geschikt? Heb ik wel de kwaliteiten? En erop vertrouwen dat de vorming die je daartoe krijgt en de begeleiding, en het is niet voor niets ook een studie van minimaal 6 jaar, dat je daarin wordt gevormd om het ook te kunnen doen. En dat je dat de mensen om je heen dus dan ook herkennen dat je dat zou kunnen. Het voelde als thuiskomen. Ook de sfeer. Ja, wat ik enorm heb gewaardeerd aan het studeren vanuit de priesteropleiding of het Ariens Instituut ook, is dat je dat niet alleen doet, maar met een groep mensen die dat samen vergelijkbaar pad gaat. En dat je ook een gemeenschap bent die daar samen leeft en samen eenzelfde weg gaat. De opleiding is eigenlijk een weg. Ontdekkingstocht, zou ik zeggen. Maar wel een doel, hè? Dat was ook helder voor mij. Nou, ik heb wel een doel en daar ga ik voor, met de hulp van God. Dus het was open, dus het was betrokken op elkaar. Er kon ook goed ruzie worden gemaakt, maar werd er een streep onder gezet. En er was altijd wel een gemeenschappelijke basis. Dat was toch je onderweg zijn, het onderzoeken van het priesterschap. Is dat jouw geluk? En stap voor stap kwamen er meer een soort bevestigingen van God. Van, hé, dit is jouw weg. En die vreugde die jij ervaart, ook die blijheid, die tevredenheid. Ook te midden van moeilijkheden die erbij horen. Ik kwam natuurlijk als jongste binnen. Dat was toen heel gevoelig hoor. Wie is hier de leider? Wie durft hier het meeste te zeggen? Je hebt dan wel een gemeenschappelijke roeping, maar je hebt elkaar niet uitgekozen. Hoe zijn hier de onderlinge regels? Hoe gaat dat met die inwonend priester? De priesteropleiding zelf in ons huis heb je verschillende taken. Ben je ook echt als gemeenschap. We eten samen, ontbijt en avondeten. We bidden samen, meerdere keren per dag. Je zit samen in de collegebanken. Je hebt samen zangles. Daar zie je elkaar veel en intensief. Daarin bouw je ook een broederlijke band op. Je kiest elkaar niet uit. Je bent niet per se allemaal vrienden van elkaar. Maar wel broeders. Ik was ook trouw en de huisgroep was ook trouw bijvoorbeeld met het beginnen van de dag. Met het bidden van de laude, het vieren van de eucharistie. Maar ook de gein en de ongein bij het afwassen naar het eten. Dus het was bedoeld als huisgroep en het was ook mijn huisgroep. Eigenlijk vrij snel. Daarnaast heb je dan nog de gemeenschap op de universiteit of op de hogeschool, waar je in een klas zit, in een eigen groep. Dat heeft weer een eigen dynamiek, dus het is een mooie dat die twee dingen samen mogen bestaan. Zo was ik dat niet gewend, zo 40 of 45 minuten college. Steeds verschillende groepen van studenten die bij elkaar komen. Veel zelfstudie, daar moest ik echt wel in komen. Bij mijn weten heb ik ooit 1 tentamen moeten herhalen, dus dat is een prima, steady leerling. De vakken die we krijgen op het Ariens Instituut, die gingen ook vooral over spiritualiteit, je eigen leven, over hoe de liturgische boeken in elkaar zitten, die je moet gebruiken, maar ook over omgaan in pastorale situaties. Dus qua kennis mag je ook groeien, en maar ook als persoon. Jij leert reflecteren, naar jezelf te kijken, jezelf te leren kennen. Jij begint ook jezelf te uitdagen van, hey, ik moet wel voorstaan, ik moet alles goed voorbereiden. Ik moet diep ingaan in de boodschap van Jezus. Ik ben een boodschapper. In aanwezigheid van God en onze familie en vrienden. En de priesterlijke vorming
kwam natuurlijk in die zin door de spirituaal. En ik kan me ook wel herinneren, priestelijke identiteit, priestelijke spiritualiteit. Dat was voor mij echt de verdieping en het verstaan van het ambt. En de vorst van de koningen der aarde, aan hem die ons lief... De theologie was voor mij, hoe spreken we nou over God, over geloof, over kerk? En die zijn pas later in de studie, hebben die elkaar zeg maar bevrucht. Ik denk dat er komt iets in jou die jouw leven vormt. Dat vind ik wel bijzonder aan de priesteropleiding. Hè? Hoe voel je je erbij? Waar ligt je passie? Want priester zijn is geen beroep, is een roeping. Is een beroep die God doet op jou eigenlijk. Maar het is een manier om te zijn. Zo groei je wel tijdens de opleiding. Dus jij merkt, theologisch gezien, filosofisch gezien, denk je wel anders. Dan neemt je wel een positie in de wereld. Dan leer je wel vanuit een bepaalde perspectief naar het leven kijken. En je merkt het direct. Jij leert luisteren, meelopen, begrip te krijgen. Ook pastoraal gezien begin je wel gevoeliger te worden. Hè, van wat kan ik betekenen eigenlijk voor de maatschappij van nu? Dus er is een iets die verandert. Jouw relatie met God, jouw relatie met jouzelf, met je medemensen en met de natuur. En in die vier relaties komt wel een vorm van binnen. Mijn dagorde is het best als ik op tijd kan opstaan en dat ik de lezingendienst en de laude, maakt niet uit waar in het huis. Als dat rustig verloopt, nou, dat is geen garantie, maar dan is het uitgangspunt van die dag is verzekerd. Dus ook de stille meditatie. Maar soms ben je ook in de verleiding dat je begint. Ik begin om 6:30 gelijk met die mails die er toch nog liggen. Want dan ben ik al voor 9:00, heb ik ook het werk al gedaan. En dat doe ik nog wel eens, want dan ben je ook in praktische zin. Is het handig. Maar als je dat te lang zo doet, dan raak je ook, juist als herder, als priester, raak ik uit balans. Er zijn een paar vieringen die wat structuur geven aan de week. En gebedsmomenten. En voor de rest is het erg wisselend. Er zijn dingen die zich niet zo laten plannen, maar die wel veel voorkomen. Uitvaartvoorbereidingen, uitvaarten, ziekenzalvingen. We hebben doopgesprekken, toch wel een paar keer per maand. Individuele begeleiding van mensen of pastorale gesprekken of ziekenbezoeken. Ik doe dan ook mijn best om af en toe bij scholen langs te gaan als daar vragen zijn. Of dat ik een keer in de klas kom. Ik heb voor mezelf gekozen voor drie kanalen. Dus dat is mijn priestelijke bediening. En daaruit voorkomend het persoonlijk pastoraat. Goedemorgen. Kom ik gelegen. Dan komt de tak van besturen. En daarnaast de sacramentele bediening. Dus ik vier elke dag de Eucharistie. Ik ben echt beschikbaar voor ziekenzalvingen, voor biechtgesprekken, voor dopen, voor de huwelijken. Dat is dit in drie lijnen, drie kanalen, zoals mijn agenda eruit ziet. En de agenda staat relatief vol. Soms te vol en geen dag is hetzelfde. Ze is soms intensief en tegelijkertijd, als ik dan 's avonds weer naar prachtige Delden mag rijden, het is mijn geluk. Ik ervaar wel veel vreugde als ik bijvoorbeeld een viering heb en daarna mensen komen om een feedback te geven. Van, oh, bedankt, dat was mooi. Vandaag was wel inspirerend. Of wil je voor mij bidden? Als jij iets kan betekenen voor de mensen. En dan zeg ik, hey, wat fijn, mensen waarderen het wel. Hè? Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Hè? Wat ik het mooiste pastorale dienstwerk vind is, dan wel in het persoonlijk gesprek, dan wel in het bedienen van de sacramenten, vooral die van de biecht, dat je nou in Christus naam vrijheid mag aankondigen, vind ik prachtig. Dus ten diepste gaat het in de biecht helemaal niet om mij, maar wat Christus kan bewerkstelligen en dat mensen daarin hun kwetsbaarheid durven present te stellen. Mensen spreken daar zonder schil. Dat ontroert mij nog steeds het meest. Het gebed is denk ik iets wat belangrijk is, want ons
leven als priesters, dat is in nauwe relatie met God. En de dingen die we doen, die doen we niet namens onszelf, maar vanuit Hem. En daarin is dus ook die relatie de basis waaruit we dat doen. Die moeten we dan ook onderhouden. Als ik dat niet het uitgangspunt laat zijn van mijn agenda, maar de agenda als uitgangspunt en minder het persoonlijk gebedsleven, dan word ik chagrijnig, dan word ik moe, dan word ik eerder geïrriteerd. Dus het tijd maken om te bidden, tijd maken voor verstilling, voor rust, om ook met God te delen, is denk ik heel belangrijk. Het persoonlijk gebedsleven is de band voor mij als priester om het meest naar Gods bedoelingen herder te zijn. Ik denk dat het gebed een bron van kracht is. Want dat is de manier waarop je dicht bij Jezus mag komen. Ook het gebed verandert, hè, in je leven als priester. Vroeger was het nodig om altijd wel iets in de handen te hebben. Nu merk ik dat er verschillende manieren van gebed in mijn leven zijn gekomen. Af en toe kom ik moe en dan wil ik gewoon lopen. Het lopen zelf is een manier om te bidden. Die verbondenheid met God te zoeken en dicht bij mij te komen. Bij mijzelf. Maar gebed is een bron van kracht. Net als water inderdaad voor het voedsel. Het aantal priesters is enorm teruggelopen. En waar vroeger misschien iets meer een werkverdeling kon zijn naar kwaliteiten, word je tegenwoordig als priester gevraagd om maar alles te kunnen. En dat is wel uitdagend. Omdat nou eenmaal het een wat beter kan dan het ander. Priester zijn in Nederland is een uitdaging. Een uitdaging waaraan je wil werken, niet uit eigen kracht. Juist daar ligt volgens mij het mysterie van een roeping. Dan besef je dat je slechts een instrument bent in Gods handen. Bescheiden blijven, bij de bron blijven die Christus is, met overtuiging en met vreugde je ambt vervullen, beleven. Priester zijn is een onvermoeibare zaaier te zijn. Zorgen voor het zaad, maar de groei ligt niet aan jou. De groei ligt aan God. Maar dat de boodschap van Christus de verbinding is voor de dag van morgen, dus ook voor de kerk van morgen. Dat is de grootste uitdaging. Je niet verliezen, denk ik, in nog harder werken of bijzondere momenten, events bedenken of quotes zoeken. Blijf bij jezelf als priester. God heeft jou voldoende genadegaven gegeven en toevertrouwd. En blijf daarin jezelf en waarachtig en volledig transparant. Jouw taak als vertaler vandaag de dag, van het woord van God naar onze tijd, naar onze werkelijkheid, naar onze situatie, een God die bleef te spreken, dat moet je doen op een eenvoudige manier. Ja? Mens onder de mensen. Het is niet niks wat we soms ook doen in het pastoraat. Je komt met hele heftige en intieme en wezenlijke zaken in aanraking. Soms sta je op dezelfde dag in de vreugde van nieuw leven en het einde van een ander leven. Dat betekent dat als ik 's avonds laat thuiskom en alleen ben, dan vind ik het meestal op dat moment niet bijzonder erg dat er niemand is. Want het is wel even fijn dat er wat rust om me heen is. Tegelijkertijd kom je dingen tegen die je heel diep raken en die je dan graag wil delen met iemand die je dierbaar is. Of dat moet dan even, je moet je hart kunnen luchten. Ik weet nog wel goed de eerste keer dat het me gebeurde dat ik een gesprek had met iemand die terminaal ziek was, die de leeftijd van mijn ouders had. Dat raakte me diep en toen heb ik daarna ook mijn ouders gebeld. De mensen met wie ik sprak, dat raakte me op dat moment. Toen dacht ik wil even dat met hen delen en zeggen dat ik van ze hou. Dus het is belangrijk dat je daar goede vrienden, familie voor hebt die je daarin ondersteunen. En dat je dat niet alleen hoeft te dragen, want het is belangrijk dat daar een plaats voor is. Voor mij is het belangrijk dat ik één dag in de week vrij heb. En dat is de maandag, dat ik die vrij probeer te houden. En dat betekent niet dat ik daar niet af en toe een uitzondering op maak, maar dan zijn dat uitzonderingen. Dat wordt dus natuurlijk wel eens gevraagd. Hè? Bent u nou niet alleen of eenzaam? Nee, ik vind het heerlijk dat ik hier alleen mag wonen. Dat ik hier mijn eigen momenten heb. Dat ik heerlijk voor de televisie kan hangen. Nog even zo uitblazen van de dag.
Tegelijkertijd hebben we het als mensen ook nodig. Inspanning en ontspanning te hebben. Ook onbeschikbaar te blijven. Dus het is de kunst om te leren zien dat wanneer je vrij neemt, dat ook is ten dienste van die mensen. Weet je, we hebben zoveel werk. Eucharistievieringen, pastorale gesprekken, sacramenten. Maar daarnaast heb ik een gewone leven met mijn familie. Dus op pad gaan. Ik hou van dansen. De salsa dansen, ik vind het van karaoke vind ik fantastisch. Zwemmen is ook voor mij de manier om tot rust te komen. Ik heb voldoende vrienden om mij heen. En ik ben gelukkig in mijn ambt. Maar daar moet je zelf ook wel voor waken. En dan kom ik toch weer bij dat fundament om je persoonlijke vriendschaprelatie tot Christus voeden. Ik probeer één keer per week te badmintonnen. Dat vind ik erg leuk om te doen. En recent heb ik wat werken met glas voor glas in lood opgepakt. Om toch ook met mijn handen bezig te zijn. Een lievelingsplan is voor mij Psalm 86. Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in u stelt. Dat is mijn devies. En dat is het nog steeds. Maar ik geniet ook met een van mijn priestervrienden. Ga ik naar het theater. 6-7 keer per jaar. Daar komt ook niemand aan. Het is altijd een feest als we elkaar ontmoeten. Ik probeer wel contact te houden met mijn, zelf mijn broeders hè, in het priesterschap. Dat voel je ook zo, dat een goed collegiaal contact is als het gaat over het spreken met elkaar, over pastorale situaties die soms over de parochiegrenzen heen gaan, maar ook inderdaad in het sociale contact. Ik vind het voor mezelf een goede plicht om naar diocesane dagen te gaan, naar de priesterdag, naar de ontmoetingsdag, naar een toerusting, vormingsdag. Al is de verleiding ook vaak groot om in de parochie te blijven. Als ik moeilijke situaties heb, bel ik eventjes om te vragen, hé, je hebt zoiets meegemaakt, hoe ging jij daarmee om? Wat kan ik wel hiermee doen? Maar ik word ook gevraagd door collega's, weet je, van stuur me maar die preek. Jouw aanwezigheid doet ernaartoe, die van anderen, maar ook die van jou, Jurgen. Je treft elkaar, je kunt elkaar bemoedigen, je kunt ook... Je leeft in dezelfde realiteit. Je kunt ook af en toe je gal even kwijt. Gewoon die intermenselijke dialoog. Dat je vertrouwd met elkaar weet. En dat vanuit een broederschap mag zijn. Ik wil priester worden. Hè? En als het zover is, dus je groeit weer stap voor stap met admissio. Professio fidei, daarna aanstellingen tot acolyt, tot lector. Dan ga je wel stage lopen, dan komt wel een bevestiging nog van jouw roeping. Dan word je uitgedaagd door pastorale situaties, leer je reflecteren. Dan voel je je steeds meer als vis in het water, weet je, van dit is mijn wereld. Hè. Voor mij heb ik de ontwikkeling naar mijn priesterschap als iets heel erg glooiends en als iets heel erg organisch ervaren. En ervoer ik de ochtend nadat ik priester was gewijd ook gewoon als de volgende dag. En niet per se als een schakelmoment in mijn leven. Er gebeurde zeker iets wezenlijks, maar het voelde echt als een volgende stap daarin. En gehoorzaamheid. Ja, dat beloof ik. Met je medewijdelingen in afzondering je voorbereiden op de priesterwijding. Dat is mijn eerste associatie van de voorbereiding op de priesterwijding. Daarvan kan ik me ook herinneren dat de laatste twee dagen ik wilde nu gewijd worden. Ik bedoel, het heeft iets wonderlijks. Dan voel je je wel als brood in de handen van de bisschop. Die verandert, die blijft uiterlijk blijft dezelfde. Maar er verandert wel van binnen iets in jou. Echt dat je opgenomen wordt in een grotere kring dan jezelf. De meest emotionele indringende moment was de handoplegging door de bisschop en door de aanwezige priesters. Ja, het is fantastisch. Het is, ik durf te zeggen dat de wijdingsdag is de beste dag van mijn leven. De genade van Gods geest wordt je ook gegeven, geschonken. En de zalving van de handen. Ja, letterlijk en figuurlijk, nu ben je doordrongen van wat je opdracht is. En het leven verandert, weet je, ook ongelooflijk.
de dag daarop, dan sta je alleen in de kerk. Dan moet je wel verantwoordelijk zijn voor liturgie, voor het koor, voor een gesprek, voor de preek, voor de viering, weet je, voor acolyten, kosters. En opeens draag je wel een verantwoordelijkheid. De eerste mis was ik weer zenuwachtig. Dat was in mijn geboortedorp. Wat wordt er nu van mij verwacht dan allemaal? Ik heb het niet als druk ervaren, maar wel dacht, nou, morgen is het ook weer gewoon maandag. Als jonge priester, dus het eerste jaar was het jaar van de eerste. De eerste doop, de eerste ziekenzalving, de eerste mis, de eerste gesprek. Doen wat je kunt, dat met overtuiging. Dat vraagt om een transparante communicatie. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen. Aan het begin was ik bezig met doen. Nu doe ik het wel steeds bewuster. En waar het verkeerd loopt, elkaar daar ook durven aan te spreken. Dus zowel parochianen, vrijwilligers naar de pastoor of naar het pastoraal team of bestuur, maar ook andersom. Nou, het stemt me vooral erg dankbaar dat je zo intiem nabij mag zijn bij mensen. Het is niet dat ik daar een bepaalde handigheid of een bepaalde... Iedere situatie is weer nieuw. En wat je ook heel goed leert is dat het verdriet van de ander niet jouw verdriet is. Ik kan verdrietig zijn omdat ze het zwaar hebben, maar niet omdat mijn moeder is overleden als ik hun moeder sta te begraven. Het eerste jaar, ik dacht, oh god, die mensen die ik heb getrouwd, het eerste jaar was zo van, hé, daar staat de liturgie en doe maar en dan kom ik in de kerk. Nu niet, hè. Nu leg ik uit wat dat betekent. En hij zegt, nou, probeer maar die uit je hoofd te zeggen, zodat jij gewoon de bruid aan de ogen kan kijken. Of de bruidegom. Want dat is een moment van liefde, joh. Dat is een moment van verbondenheid. Dat is God zelf die aanwezig wil zijn. Dan wil ze, hey. En dan komen ze steeds weer van, hey Mauricio, ik weet die aan het hoofd, hoor, weet je. En dan begint wel het sacrament en alles een andere kleur te krijgen, weet je. Ik moet jullie iets bekennen. Ik hou niet van afscheid nemen. Want het raakt mij ten diepste verdrietige mensen te zien. Na een bepaalde tijd als priester, als pastor of pastoor in een parochie, krijg je wel de kans om dienstbaar te zijn in een andere parochie. Hè? Dat ligt eigenlijk aan de bisschop. De bisschop zorgt voor het hele bisdom. En dan de bisschop kijkt wel wat er een priester nodig is. En dan vraagt hij jou om een nieuwe benoeming te aanvaarden, te accepteren en ergens anders te gaan werken. Dus dat is ook een deel van ons leven. Daar moet je ook goed mee omgaan als priester. Het doet ons pijn om afscheid te nemen, maar wij ervaren ook vreugde om, en wij kijken ook er naar uit om ergens anders te gaan werken. Dat is ook beschikbaarheid. Het geeft me vreugde om de volgende stap te zetten en pastoor te mogen worden. Aan de andere kant is het erg moeilijk om afscheid van jullie te nemen. Hier voel ik mij thuis. Dit is mijn eerste benoeming. Hier heb ik alle eerste keren als priester mogen meemaken. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Bij mij blijft het een beetje dubbel. Hè? Want jij bouwt ook wel wat iets op rondom je eigen leven. En opeens moet je afscheid nemen. Maar dat hoort ook daarbij. Gefeliciteerd met de benoeming. Dan kan je wel een nieuwe start maken in je leven en nieuwe mensen ontmoeten. En in het besef dat jij overal en waar dan ook voor dezelfde eer werkt. En voor de kerk en voor je gelovigen. Jouw parochianen zijn net als jouw familie. Jij kan nooit ervoor kiezen. Het is aan jou gegeven. En wat dat betreft ben ik blij met mijn leven als priester. Ik zou aanraden iemand te zoeken die je kan begeleiden in dat traject, om het verder te onderscheiden. Het is niet iets wat je van de een op de andere dag doet. Ik heb zelf ook een begeleider gezocht vanaf mijn 16e. Om me ook in dat proces, ook die jaren die het nog ging duren voordat ik kon beginnen, om me daarin al wel te helpen en ook te reflecteren over wat het is om te leven als priester. De religie is geen prioriteit meer. Er zijn mensen die teleurgesteld zijn in de kerk. Er zijn mensen die afstand hebben genomen van de kerk. Aan ons de taak om nieuw leven in te blazen, om daaraan te blijven werken. En dat lijkt me wel uitdagend hoor, van dat zijn de jonge jaren van mijn leven. En wil ik die jonge jaren, die energie hieraan besteden? Wil ik hieraan werken? Laat die vraag en die nieuwsgierigheid niet los.
luisteren naar dat verlangen iets belangrijks is. Dat als je een verlangen voelt om dat misschien dit een weg zou kunnen zijn. Dus luister naar je hart. Volg met je hart. Dat is heel belangrijk. Maak er ruimte voor. Vertrouw iemand, een priester of een religieus, die woorden toe. Als je die vindt, als je die hebt. Omdat het iets is wat je niet zomaar met iedereen kan delen. En dat wordt ook niet zomaar door iedereen begrepen. Die zal jou helpen om jou te onderzoeken, om je de vrijheid te gunnen, maar ook proberen uit te dagen. Is dit nou de weg die voor mij is weggelegd? Daar heb ik te lang mee gewacht. Het gaat niet om waar ben je goed in. Nee, dat heeft God nooit gevraagd. Kijk maar, Jeremia heeft gezegd, nee, ik ben te jong. Mozes zei, nee, ik kan niet praten. Het gaat niet om jou. Dus dat is een kwestie van de ik, weet je, kleineren en laat hem in jou werken. Hè? Durf ja te zeggen. Ga die weg, die roeping onderzoeken. Ik spreek met jongeren die zeggen, nou weet je, ik weet niet of ik wel die roeping tot het priesterschap heb. Maar die vraag is al een beroep. Dus in die zin, en de enige manier hoe je daar echt achter komt, is door te doen. Laten wij aan de jongeren het priesterschap presenteren als iets die jou dicht bij de mensen brengt. Het is fantastisch de manier waarop wij iets voor de maatschappij, voor de samenleving kunnen betekenen. Hè? Ik denk dat ik de meeste vreugde haal uit het gegeven dat we zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het leven. En daar het leven met en het geloof met mensen mogen delen. Ik word elke dag wakker en zeg, nou, ik ben priester. Dat is mijn leven, dat is fantastisch. En ik sta achter de altaartafel. En ik voel nog steeds van, dit is mijn plek. En zo wil ik ook doodgaan. Hoor. Tot op het laatste minuut, een moment van mijn leven, wil ik graag blij zijn met mijn priesterschap. Zo ervaar ik elke dag als ik de Eucharistie vier, zeg ik, fijn, ik voel me op mijn plek.